Mocht je vandaag de dag nog op zoek zijn naar een gaming headset die er ook een beetje uitziet als een gaming headset, dan kun je altijd aankloppen bij je vrienden van Razer. Razer maakt al sinds enige tijd een aantal verschillende headsets en een van hun meest populaire modellen is nog altijd de Razer Kraken. En ik zelf ben een groot fan geweest van de Razer Kraken met de komst van het V2 model, waarmee een nieuw design gevonden werd, maar ook het geluid een klein beetje neutraler en niet meer zo distorted werd gemaakt. Maar goed, de Razer Kraken is nu inmiddels alweer toe aan een ultiem model. Dus we hebben het hier over de Razer Kraken Ultimate. Iets hogere prijs, gekke chroma lichtjes, natuurlijk een virtuele 7.1 surround sound upscaling, waar ik zelf een broertje dood aan heb. Maar goed, het ultieme model van de Razer Kraken. Hoe komt die door de test? Dit is de review van de Razer Kraken Ultimate. Oké, voordat we beginnen met de review van de Razer Kraken Ultimate moet je dus weten waarom ik zo'n groot fan was van de Razer Kraken V2. En dat was eigenlijk omdat het precies niet was wat deze headset wel is. Dus lees, dat was een analoge headset die je overal in kan prikken en dat werkt. Dit is een digitale headset die met USB 2.0 werkt. De Razer Kraken V2 had een best wel stevig geluid, maar was nog enigszins neutraal. En dat zag je bijvoorbeeld ook terug in het gebrek aan allerlei gekke RGB lichtjes. De Razer Kraken Ultimate heeft natuurlijk een wat meer overdreven geluid en ja, je ziet het ook terug in de visuals. Dit is natuurlijk weer een headset met RGB verlichting, want dat moet tegenwoordig. Oké, dus hoe steekt Razer deze ultieme Kraken dan precies in? Dat zit hem dus in een aantal toeters en bellen. Te beginnen met natuurlijk de THX Spatial Audio die er op de Kraken Ultimate zit. Dit is, net zoals veel andere headsetfabrikanten, een soort van virtuele upscaling, een soort van nep surroundgeluid over twee speakers. Ik heb daar een broertje dood aan. Ik kan niet zo goed tegen 7.1 upscaling, omdat het naar mijn idee nogal een hoax is. Het zijn nog steeds twee speakers, links en rechts. Alleen het wordt dan verkocht als zijnde surround, dus je hebt het idee dat er meer om je heen zit. Naar mijn idee is dat een beetje prietpraat. Dat is niet iets reëels. Er zitten niet 7 speakers in de headset, het zijn nog steeds 2 speakertjes. En ze proberen met afstellingen van die drivers, van die luidsprekers, daarmee proberen ze het geluid ruimtelijker te maken. En dat is virtual surround, dus het is een beetje nep. Het is fake news. Hoe dan ook, THX is natuurlijk een tijd terug overgenomen van Lucasfilm naar Razer. Dus het is niet een samenwerking die out of nowhere komt. THX is tegenwoordig van Razer. Dus ze hebben nu een heel team aan audio-experts die Razer helpt met dat geluid upscalen. Dan is natuurlijk de hamvraag, werkt het? Nee. Je kunt in Razer Synapse kun je het een en ander afstellen om dat ruimtelijke geluid zo surround mogelijk voor jou te krijgen. En daar zijn dan verschillende tools voor dat je een soort van virtuele speakers heen en weer kan slepen. Weet je, hoe klinkt de speaker achter je? Achter je, tussen aanhalingstekens. Er zit geen speaker achter je. Ik hoor het verschil niet. Ik hoor het verschil niet tussen de zogenaamde speaker die links achter me zit en de speaker die gewoon links zit. Naar mijn idee is er geen verschil, want de speakers bestaan niet. Maar ja, er wordt inderdaad wel het een en ander getweakt, waardoor het misschien een klein beetje ruimtelijker klinkt. Ik zal er niet te lang over doorlullen, omdat virtual surround is gewoon niet aan mij uitbesteed. Misschien vind jij het fantastisch, ik geloof er niet zozeer in. Maar ik moet wel zeggen, ja, de Razer Kraken Ultimate kan in bepaalde situaties iets ruimtelijker klinken. De headset is wel afgesteld dat je in bepaalde games, zoals shooters, iets meer het idee hebt dat je in de actie zit. Ik hoor niet letterlijk iemand om me heen sluipen alsof ik een surround sound systeem heb. Maar ja, de knal van een granaat ergens komt iets harder binnen. Het herladen van een geweer in de verte komt misschien net iets scherper door, waardoor je wat makkelijker kan pinpointen waar die vijand zou zitten. Het is wel even wennen. Ik kom zelf van voornamelijk analoge headsets. Ik vind het juist fijn om hem zo neutraal mogelijk geluid te hebben, zodat ik weet dat de dingen die ik hoor niet distorted zijn door de headset.
set. Ja, ik zou zeggen dat de Razer Kraken Ultimate bepaalde dingen wel een klein beetje vervormt. Naar mijn idee is de bas dermate zwaar dat het echt even wennen kan zijn om dit ding in bepaalde games te gebruiken. Ik zelf speel een potje PUBG met deze headset en ik schrik me de pestpleuris van de stappen die ik zelf zet. Als mijn karakter in de game op bepaalde houtplanken gaat staan, klinkt het zeg maar zo zwaar, het galmt zo zwaar door in de bas, dat ik denk dat er buiten iemand staat met een handgranaat. Op zich, heel fraai als je daarvan houdt. Heel fraai als je houdt van een diepe, stevige bas. Absoluut, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit iets te ver gaat voor sommige mensen. Dus in die zin, zet misschien het THX Spatial Audio gebeuren uit. Of stel met de equalizer in Razer Synapse even af dat je, weet je wel, de bas toch een klein beetje naar beneden speelt. Als je houdt van een warm geluid, ook met het luisteren van muziek, absoluut een fijne headset. Maar let erbij op dat met dat hele spatial awareness gebeuren, de bas kan ook weer dermate aanwezig zijn dat het je een beetje van je apropos brengt. Dus in die zin, ja, het virtuele surround is iets ruimtelijker, maar trap alsjeblieft niet in het hele pre-praat, verkooppraatje van, oh wauw, er zitten 7 speakers om je heen. Dat is niet het geval. Het klinkt gewoon net iets grootser dan het op een standaard headset misschien zou doen. THX Spatial Audio wordt geïntegreerd in de Razer Kraken Ultimate, dus je krijgt het erbij voor nop, maar net als vele andere dingen zoals Dolby Atmos of whatever Nahimic ook doet, al dat soort van upscaling tools, die kun je ook los aankopen. Of THX Spatial Audio dan beter is dan een Nahimic of een Dolby, ik denk dat het een kwestie van smaak is. Ik ga niet hier on the record zeggen dat dit beter is dan Dolby Atmos, want Dolby Atmos werkt ook nog steeds samen met de verschillende games. En media. En films. En muziek. Oké, laten we dat hele virtual upscaling even achterwege. Gaan we door naar een van de andere features die deze Razer Kraken Ultimate dan het ultieme Kraken model maakt. En dat is de microfoon. Natuurlijk, het is een gaming headset. En dat wil zeggen dat deze headset geleverd wordt met een mooie retractable microfoon. Die microfoon zien we een soort van terugkomen van de eerdere Razer Kraken modellen. Maar hij is nu verbeterd met Active Noise Cancellation. Om die toeter en die bel dan ook nog van een soort van merknaam te voorzien. Ja, dit is Discord Certified. Wat de f*** dat ook betekent, want letterlijk elke gaming headset is Discord Certified en Discord zelf is nou niet echt de zuiverste manier van met je maten communiceren in de meeste gevallen. Ik kan er heel lang over doorlullen of niet, maar ik denk wat het slimste is waarschijnlijk gewoon een microfoontest doen, zodat je voor jezelf kan bepalen of je dit lekker vindt klinken. Dus here we go, dit is de microfoontest van de Razer Kraken Ultimate. Dank je Tom. Welkom terug bij de microfoontest van de Razer Kraken Ultimate. Even voor je beeldvorming, of misschien wel eerder de geluidvorming. Ik heb een aantal verschillende enhancements ingeschakeld vanuit Razer Synapse 3, de software. Dus wat we hier allereerst hebben is de Active Noise Cancellation. Waar die daadwerkelijk wat meer de zoomende geluiden en dergelijke, weet je, het gerikketik van het toetsenbord zou die er waarschijnlijk uit kunnen halen. Het zoomen van je PC zou die eruit kunnen halen. Hele harde klappen worden natuurlijk alsnog doorgestuurd. Ik hoor dat trouwens ook allemaal mee in de side tone die ik in heb geschakeld. Dus ik heb ook een directe feedback van hoe ik klink. Verder staat er ook nog de vocal clarity aan, ongeveer op halverwege. En ook volume normalization staat halverwege. En dat zou zeggen dat als ik zachter of harder begin te praten, dat de microfoon automatisch mij omhoog of omlaag probeert te schalen, zodat ik altijd helder doorkom. Ik zou zeggen dat dat tot op zekere hoogte werkt, maar stel ik ga ineens dood in PUBG. Ha! Stuurt hij nog steeds over. Dit is niet gigantisch mooi in vergelijking met een heleboel fatsoenlijke microfoons, maar voor een gaming headset, prima shit. Terug naar jou in de studio, Tom. Tot dusver de mic test. Wat vond jij van deze microfoon en hoe die klinkt? Zou je dit accepteren als ik je hiermee uitprobeer te schelden op Discord of in welke game dan ook? Oké, dan is er nog een laatste factor waar ik even wat aandacht op wil vestigen. En dat is het design van de Razer Kraken Ultimate. Hij is in zekere zin nog best wel simpel. Groot, ja, maar relatief simpel. Niet te veel gekke toeters en bellen. Afgezien van de RGB-verlichting dan. Hij is lomp en verlicht,
maar wel lekker straight to the point. Je snapt hem meteen, hij rust goed op je hoofd. Ook met langere sessies begint hij niet heel erg zwaar te hangen of een beetje te drukken. Hij probeert je hoofd ook niet bij elkaar te klemmen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit een van de meest comfortabele gaming headsets is. Dat was de Kraken V2 al, maar met de Razer Kraken Ultimate zijn ze daar nog een aantal stapjes op verder gegaan. Vooral de earcups zijn een heel stuk beter geworden. Die zijn nog steeds aardig lomp, zoals je kan zien. Aan de buitenzijde zie je wat stevig puurleer, maar aan de kant die zeg maar rust op je oor of op je schedel, daar zit nu een stofje en daaronder zou een soort van cooling gel moeten zitten. Het komt erop neer dat dit ding niet zozeer een zweetmassa wordt rondom je hoofd. Ik had daar met de Razer Kraken V2 al nooit heel veel problemen mee en die was volledig van dat pu-nepleer gemaakt. Ik denk dat dit werkt, maar goed, het begint ook wat kouder te worden, dus ik weet niet in hoeverre mijn mening daarover bindend is. Last but not least, de RGB. We moeten het erover hebben, want het is een feature. Ja, ik ben persoonlijk niet enorm te spreken over de RGB. Gewoon als principe vind ik het vaak dom dat headsets RGB-verlichting hebben, want je ziet het zelf niet. Je kunt er geen nuttige informatie uit halen. Je kunt hem hoogstens een klein beetje pimpen. Nou, als je dat belangrijk vindt om je headset naar een bepaald kleurtje te pimpen, ja, zelfs dan moet ik zeggen dat de RGB een klein beetje underwhelming is. Razer heeft natuurlijk hun uitgebreide ecosysteem met allerlei verschillende ledjes die samen kunnen werken. En op een of andere manier is de Razer Kraken Ultimate de enige die niet helemaal lekker samenwerkt met de rest van mijn Razer setup. Stel, ik wil al mijn Razer producten laten verlichten in de Tom's Tech accentkleur. Als ik dat doe, zijn zowel mijn toetsenbord als mijn muis als mijn speakers verlicht in diezelfde warm geel-oranje accentkleur. Behalve dit ding, behalve de Razer Kraken Ultimate. Die is dan nog een soort van groenig geel. Huh? Weet je, dit is echt iets waar niemand over hoort te struikelen. Zeker als je 150 euro voor een koptelefoon betaalt en hij komt met RGB-verlichting. Is het gek om te struikelen over de tint van die RGB-verlichting? Het is ook niet onoverkombaar, want je kunt nog altijd natuurlijk de headset een klein beetje anders instellen, zodat die kleuren wel mooi lijken te synchroniseren. Maar het is wel vrij apart dat als je op dit ding oranje instelt, dat het meer een groenig geel lijkt te zijn. Ik dacht dat Razer heer en meester van de RGB-verlichting was. Blijkbaar niet altijd. En dat staat dan los van het hele punt dat RGB-verlichting op headsets relatief overbodig is. Maar ik oordeel niet. Als jij RGB-verlichting op je headset wil, dit zou zomaar als je model kunnen zijn. Let alleen wel op dat je de kleurcodes misschien een klein beetje anders af moet stellen. That's it. Concluderend, voor mij persoonlijk is de Razer Kraken Ultimate niet het ultieme Kraken model. Als je op zoek bent naar een headset die digitaal is, allerlei gekke toeters en bellen heeft, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat dit inderdaad de ultieme Kraken voor jou is. Zeker voor de prijs van 150 euro, waar tegenover je toch wel een aardig scala aan verschillende features krijgt. Het probleem is alleen dat ik mijn vraagtekens heb bij legio van die verschillende features. Bedenk voor jezelf of je überhaupt een headset met virtual surround nodig hebt. Bedenk voor jezelf of je überhaupt een headset met RGB-verlichting nodig hebt. Als je al die dingen aantikt en je hebt zoiets van ja, ik wil al die gekke toeters en bellen, dan zou ik stellen dat je voor 150 euro echt wel een mooi pakketje voor jezelf afneemt. Het is alleen niet voor mij. Als ik terug zou kunnen naar de Razer Kraken V2, dan zou ik dat met liefde doen. Ik denk dat een analoge Kraken voor mij de ultieme Kraken zou zijn. Het enige probleem is dat hoe stevig ze ook gebouwd zijn, en oprecht, ze zijn ontzettend stevig gebouwd, de kabel is een ander verhaal. Sprekend als iemand die een groot fan is van de Razer Kraken, ze kunnen tegen een stootje, maar hou je kabel veilig. Hoe dan ook, dat was het voor de review van de Razer Kraken Ultimate. 150 euro aan ultieme Kraken koptelefoon. Misschien wel voor jou, in ieder geval niet voor mij. Wat vond je ervan? Denk je dat de headset een mooi modelletje voor jou zou zijn of juist niet? Mocht je geïnteresseerd zijn in niet alleen koptelefoons, maar een heleboel andere tech, dan ben je natuurlijk van harte welkom op tomstech.nl. De website, het YouTube kanaal en hey, sinds kort hebben we ook een eigen Discord server, waar je langs kan komen om samen met je mede tech liefhebbers te hangen en een lekkere babbel aan te gaan. Ook dat is de service van Tom's Tech. Hoe dan ook, ik hoop dat je genoten hebt van de video. En als dat het geval is, dan zie ik je graag terug op een andere video, op het Discord kanaal, op de website of waar dan ook. Je bent hier in ieder geval aangekomen, dus ik kan niks anders zeggen dan houdoe en bedankt. Ja.